Ik vind het zo moeilijk om ze te vinden, meneer. Ik kan ze maar niet vinden en hun zoeken ze voor mij. Bij de zandstee van woonzorggroep Samen was de paashaas al langs geweest. Zo'n 20 leerlingen van basisschool De Bloeikas uit het Zand bundelden hun krachten met de bewoners om zoveel mogelijk van de verstopte paaseitjes te vinden. Het gaat natuurlijk niet alleen over die paaseitjes zoeken, het gaat ook over een stuk eenzaamheid voor onze bewoners tegengaan, van elkaar kunnen leren. De bewoners in verbinding brengen met de buitenwereld en gewoon samen leuke dingen doen. En daar wordt iedereen gewoon een leuker en gezonder mens van. Zie jullie daar op het eind van de... Ja. Oh ja, oh ja. Daar zijn de paashuisjes nu, meneer. Ik heb niks. Helemaal niks? Ik heb niks. Nou, we hebben wel genoeg paashuisjes. Waar heeft u ze in de kast staan? Het is ontstaan doordat we eigenlijk in contact zijn gekomen met de zandstee. We wilden heel graag kijken hoe we konden samenwerken. En voor ons staat het woord samen ook in onze visie. Dus we wilden heel graag kijken hoe kunnen we die verbinding maken tussen de bewoners en onze leerlingen. En op de Bloeikas hebben we een leerlingenraad en die zijn met elkaar gaan kijken wat kunnen we nou voor activiteiten koppelen aan bewoners van de zandstee. Wat is dan leuk om te doen? En we hebben natuurlijk de leeftijden van peuters tot groep 8 bij ons op de Bloeikas. En wat past er dan per welke groep bij om te doen? En hier is nu groep 3-4 paaseieren aan het zoeken met de bewoners. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Hebben jullie een heel mandje voor elkaar? En ik heb een mandje. Vijf, zes, en als je er nog één bij legt, hoeveel is het dan? Zeven. Goed zo. En zo was uiteindelijk iedereen blij met deze bijzondere samenwerking. De leerlingen van de Bloeikas vertrokken met 2 zakken vol eitjes terug naar school. Dus dat wordt vast een vrolijk Pasen.